Weet je wat echt vet is? Nee, man. Skiën buiten de piste. Oh ja? Ja, man. Skiën op de piste is echt voor losers, man. Als je op de piste gaat skiën, ben je echt triest. Ja, man. Alleen oude bejaarden skiën op de piste, man. Zeker, man. Losers. Ja, skiën is sowieso voor losers, man. Hoezo? Jongen, weet je wat echt vet is? Nee. Echt vet? Snowboarden. Ja, man. Ja, maar dan buiten de piste. Hé, maar mag dat wel? Nee, tuurlijk niet, man. Maar dat is juist top, jongen. Kijk, het is daar echt ontzettend stijl. Weet je, met overal stenen en zo. En je moet echt uitkijken voor lawines, jongen. Voor je het weet ontstaat er zo'n vette lawine, jongen. Jongen, en dan komt er zo'n hele sneeuwstorm en dan raakt zo'n heel dorp gewoon echt helemaal ingesneeuwd. Hé, man, dat is toch hartstikke gevaarlijk, man. Nee, man, dat is juist tof. Jongen, moet je elke dag zo de lawinelijn bellen eerst. En dan zegt ze, nee, meneer, vandaag geen lawines. Of dan zegt ze, ja man, vandaag vet kans op vette lawines, man. Zegt kikken. Serieus, man. Echt kikken. Zo, ik wil echt vet graag een keer skiën. En snowboarden, hè. Ja, man. Ik ook, man. Heb je nog niet gedaan? Wat? Nee, man. Wat denk je? Wintersport is kapot duur, man. Wij zijn met z'n tienen thuis. Dat kan mijn pa toch nooit betalen, jongen. Al die skis, handschoenen, stokken, weet ik veel. Nee, man, dat is echt vet duur. Ja, man. Maar als mijn pa rijk was, zou ik echt elk jaar 3 keer per jaar gaan skiën. Serieus? Of snowboarden natuurlijk, jongen. Echt vette lawines veroorzaken, jongen. Echt hele vette lawines. Ja, man, dat is echt cool. Ja, maar dat is tof, jongen. Dan weten ze dat jij geweest bent, man. Dan zeggen ze, hé, die lawine, hoe komt dat? En dan zeggen ze, dat is Saïd. Die ging buiten de piste. Dan noemen ze het... De Saïd lawine. Abo! Hey, en hoe weet je al dat soort dingen eigenlijk, Saïd? Ik weet gewoon dingen, man. Van horen zeggen. Box. Hey, box, man. Ga je zien, man. Hey, ik later. Zie je, Saïd. Hey, Saïd is echt mijn mattie.